zien gisteren, want zij is dat nu echt voorbij. Nou ga dan. Garen, dat was de single gelijk door op platenmaatschappij, tekstschrijver Emiel, dat was de keuze van de single. Dick zei gelijk ook van oké, dat is een toch wel misschien een hit, hebben we gedaan. En het publiek, mijn fans, reageren ontzettend goed op dat liedje. Daarna staan er liedjes op, zoals een liedje van Jan Keijzer, Liefde. Het gaat ook over de liefde. Liefde, liefde is de sleutel van. Daarna staan liedjes op Als jij maar bij me bent. Dat wil zeggen een liedje met na twee keer goed luisteren kun je het liedje al meezingen. Kun je een polonaise gaan als je dat wilt en kun je feestelijk meezingen. Ik bedoel, daar ben ik ontzettend blij mee met dat liedje. Ik denk misschien ook wel dat dat mijn tweede single wordt. Heel mooi, geweldig. Ik denk de titelsong misschien wel. Ik denk ook wel. Waarom denkt u dat? Ik vind het echt wel vrij stevig, ja. Titelsong is nummer voor zijn overleden manager, hè? Ja. De tijd met jou was veel te kort. We waren, mijn manager Dick heeft 13 stukken heeft hij meegekregen van mijn album. We zouden nog één nummer opnemen. De single kwam uit, Gadel. En op dat moment is hij helaas overleden. Ik was onderweg naar zijn vrouw en kinderen. En ik zat met mijn vrouw in de auto. Ik denk, ik wil zo graag iets doen. Ik wil graag iets voor, ook voor hem doen, iets terug doen. En vandaar dat liedje Meer dan een vriend. En of we daar ook daarom het album zo heet. Ik bedoel,